Gasten! Wat leuk dat bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag zijn alleen ik en Ivo hier. Ja, de laatste gasten gaan net weg. Daar staat er nog één. Zeg even hoi. Hi. We hebben hier namelijk een small feestje gehad. We hebben de 400k behaald. Echt fucking dik. 400k! Shout-out naar iedereen die gesubt heeft. Sowieso, hartstikke bedankt. Jullie hebben dit behaald. Maar waarvoor zijn we hier vandaag, Niels? Robson Scooter staat al een tijdje op kantoor. En hij is een beetje noia, een beetje spietig aan het doen. Van, ja, misschien wordt hij al weggehaald. Of dadelijk wordt hij gestolen. Ja, het is wel een dure scooter. Er staat wel een runner. Die kan weggehaald worden, snap je? Maar ondertussen is hij wel te lui om hem mee te nemen. Daar zit het ding, snap je? Rob is fucking lui. En hij moet afgestraft worden. Dus wij gaan zijn fucking scooterjatten bij iemand achter zetten. En reactie wat leuk, denk ik, man. Ja, en aangezien hij mijn auto helemaal onder heeft geplakt, is dit gewoon jouw payback, klootzak. Ja, Rob, jij mag ook wel een keer geprankt worden. Let's go. Kom. Yeah. Thought of my sips so many. Thought of just kind of milly. We mogen natuurlijk niet te veel lawaai maken, want het is best wel laat. En de huiseigenaar van dit pand, die slaapt hier ook achter. Dus ja, het is wel fucked up dat we die scooter moeten starten. Maar ja, Rob verdient gewoon die payback. Maar weet je wat nog meer fucked up is? Jij mag lekker in de kou met die scooter gaan gassen. Dus hier heb je de helm. En jij hebt geen jas bij je. Maar ik heb gelukkig nog voor jou een jas in de auto. Ja, dus die mag je wel even lenen. Maar die jas in de kofferbak lenen. Oh, en zoals jullie zien zijn de stickers al van de auto eraf. En helaas, er is lakschade gekomen. Dat is wel fucked up. We zijn nu aangekomen bij een huis van een maat van ons. Daar gaat deze scooter vannacht overnachten. En ik ben echt vet benieuwd naar Rob's reactie. Want hij was de hele tijd al fucking noia dat zijn scooter gestolen zou worden. Dus nou gaat je scooter gestolen worden, flikker. We gaan natuurlijk wel deze helm en de sleutels gewoon weer binnen neerleggen. Zodat het lijkt alsof hij echt met een busje is opgeladen ofzo. Staat er. Alles is al ready. Nou laten we naar het kantoor toe gaan, spullen droppen en naar huis gaan en gaan slapen, want het is al laat. Jongens, let go, we gaan naar huis. Oké, jongens, ik heb net onze stagiaire gebeld dat Rob eraan komt. Hij is nu aan het begin van het zandpad. Het is tijd voor actie. What up? Kunnen wij die stofzuiger nog dragen of niet? Ja, dan doen we dat zo. Schijt even door. Kijk, wat zo'n kutfiets op gehaald, jongen. Dat schoot toch voor een vlek, Rob. Bart, dit is je fiets al. Dit is een fiets, ja. Ik weet niet hoe rustig het is. Ja, je scout heeft gisteren trouwens ook nog opgehaald. Die gun. Dan zie jij hier een scooter staan. Heb je die niet opgehaald? Heb jij die niet opgehaald? Nee. En mijn sleutels lagen op kantoor. Ik zweer het je, vriend. Bullshit. Heb jij die niet opgehaald gisteren? Gisteren stond, toen wij hier weggingen, stond hij er nog. Heb je die niet opgehaald toen je naar Johan ging? Hoe laat ben je naar Johan gegaan? Ik heb die niet opgehaald, vriend. Hoe laat ben jij gisteren naar Johan gegaan? Ja, ik ben met de auto. Ons man heeft mij gebracht naar Den Bosch. Ik heb die ding niet opgehaald. Pas ik al vroeg in de avond, vriend. Ik ben om 9 uur of zo... Om 11 uur was ik hier weggegaan, nee? En toen stond hij hier 11 uur, toen was half 12. Half 12 ben toen ik hier weggegaan. Toen was ik al in Utrecht. En nu even op de kantoor kijken. Volgens mij stond hij daar, maat. Nee. Sleutel is hier weg. Lag hier op tafel, 100 miljoen procent.
Wie heeft hier uit onze groep de scooter gestolen? Ja, jij niet had hier gestolen. Nee, maar de andere sleutel. Dat was denk... nog een sleutel. Die was hier, lag hier 100%. Ik denk eerlijk gezegd niet dat iemand van onze groep die heeft gejat, Rob. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik denk persoonlijk eerder dat iemand hier met een busje nee, weg komt halen. Nee, want hier lag iemand... een sleutel. Ja, maar die gaat toch niet iemand hier voor het kantoor weg komen lopen halen? Ja. Dus heb je twee sleutels hier op kantoor liggen? Twee. Dat is al helemaal top. De auto rondzoeken, kom. Ja, helmet ligt er ook nog. Wat sukkel, wat sukkel. Hoe fucking dom is Rob? Hij heeft twee sleutels op het kantoor liggen. Eentje ligt daar, die andere lag daar. Waar die sleutel is gebleven, ik heb geen idee. Wij hebben hem niet weggelegd. Wat vonden jullie van Rob's reactie? Eerlijk. Ja, geniaal. Geniaal, bro. Hij is er echt ingetuigd. Dat is sick, hè? Echt goede sukkel. Ik heb snel hier stiekem kunnen filmen, dus dat is echt goed. Ja, echt props, man. Je hebt nice gefilmd, sowieso. Ik heb zeker goed gefilmd. Ja, dus nou ben ik echt nog super benieuwd wat er allemaal in de auto afspeelt. We hebben daar helaas geen beeld van, want er valt te veel op. Hey, we zijn al bij Rob en de scooter die staat niet bij hem achter. Nee, er is hier, Jo die heeft vannacht wel dingen gehoord en zo, man. Dus misschien is het best om even hierin... Ja, Jo, we zijn even met Jo aan het praten en hij heeft hier vannacht shit gehoord. Dus als je even hierin komt, dan kijken we wel verder. Het was wel later dan dat wij hier weggingen, dus ik denk wel dat er iets is, man. Oké, ja, dan komen we er wel aan. Yo. Rob voelt zich kut, maar gewoon een scooter geknakt. Ik zelf zou het echt fucking kut vinden. Gewoon een scooter van misschien wel 2k. Hup, gone. Ja, is het dan? Ja, ja. Maar Niels is zo fucking dom, vriend. Heb je mijn Snapchat niet gezien? Nee. Hij is zo fucking dom. Last fucking last moment achter. Jij bent sowieso geschrokken hiervan. Sowieso geschrokken. Jij hebt een auto moeten horen. Maar kijk hierop, hij begon langzaam te ontrafelen, weet je wel. En daarna had ik... Laat mij eens uitpraten. Dit was hem. Ik lag al op de bank en Niels zat de hele tijd, ja, kom mee die stofzuiger. Ik had niks gegeven. En op een gegeven moment, toen zag ik hem hoe hij het mobieltje in de auto legde. En ik zei al, thuis bij mij is dit een prank, weet je wel, bij mij thuis. En toen toen drukte ik op zijn telefoon, toen zag ik geluidsrecorder. En hij probeert zich er nog onderuit te lullen, weet je wel. Maar het is me wel twee keer gelukt. En dat die andere sleutels weg waren, kijk, daar wisten we ook niks van. Wij dachten gewoon, allebei de sleutels liggen nog op het kantoor, maar die heb jij thuis gewoon. Ja, dat is mooi, zeg ik. Heb je die niet gewoon mee naar huis genomen? Nee, waar is die sleutel? Waar is die sleutel? Ligt gewoon bij hem thuis. Maar kijk, pik deze payback voor die stickers van de auto. Ik hoop dat hij het leuk vond. En ik hoop dat hij nou weer een beetje beter. Kijk, toen dacht ik van, dit moet aan het prank zijn. En toen moest ik er al eigenlijk om wachten. Bij mijn thuis dacht ik van, ja, dit is een prank. Ja, maar toen was je nog aan het twijfelen. Toen had je niet gezien. Mark zat, ik ging op onderzoek uit. Toen ik de geluid schreef, toen was ik klaar. En om het mooi af te maken, jij mag je scooter zelf ophalen. Je weet waar Mark woont. En zeg ons als gewoon lekker. Nee, je hebt mij. Ik heb ook meegeholpen om die stickers van je auto af te halen. Je gaat me wel.